2020 is een heel bijzonder jaar voor ons allemaal geweest. We zijn verrast door wat er op ons afkwam. We werden keer op keer verrast. De lockdown, de 1,5 meter, wel of geen mondkapjes, de horeca op slot. Onze markten veranderen, onze inkomsten veranderen, mensen dreigden failliet te gaan. Maar we waren wendbaar als mensen. We veranderden. We kunnen ontiegelijk goed veranderen. Dat hebben we geleerd vanuit 2020. We hebben met inspiratie en met veelzijdige dingen en ideeën weer de markt bewerkt met onze producten. Fantastisch wat ik gezien heb bij de Kuip, bij de Drive-In. We mochten daar meewerken. Wat ik gezien heb bij Laplace, maar bij veel meer andere klanten, mochten we met elkaar van betekenis zijn voor de markt. Deze tas hebben we in 2020 uitgedeeld. Die gaan we weer in 2021 weer uitdelen. We hebben hier oplossingen voor verpakkingen. We willen jullie graag helpen in 2021 in de markt weer te laten groeien en te laten inspireren. Wij wensen jullie een gezond en een voorspoedig 2021. 2020 stond voor mij in het teken van balans. Balans tussen uitgeven en verdienen, balans tussen thuis zijn en werken, balans tussen morgen en over 2 weken. Het was een heel gek jaar, jongens, laten we dat voorop stellen. Ik hoop dat we in 2021 gewoon weer volle bak er tegenaan kunnen, dat er weer kansen zijn, dat we weer vooruit kunnen kijken. Ik denk dat er geen branche is waarbij ze het elastiekje zo hebben aan kunnen trekken. Het is echt aangetrokken om te kijken op welk punt dat hij knapt. Maar jongens, hij knapt niet. En als we ons straks weer loslaten, dan schiet dat elastiekje zo hard. En dan gaan we zo hard uit de stad blokken. Dat is voor mij echt de goal voor 2021. Gewoon laten we dat elastiekje weer loslaten. Want hij gaat niet knappen, laten we dat voorop stellen. En dan gaan we gewoon met z'n allen weer keihard. Tip voor 2021. We hebben met z'n allen hele gave dingen bedacht. Gave initiatieven, additionele omzet, nieuw business, buiten de kaders denken. En ik denk dat we dat vast moeten houden. Dat ook als straks onze normale leven weer hopelijk weer gaat beginnen. Dat we ook die dingen blijven doen. Dat we elkaar blijven opzoeken. De samenwerkingen, gave dingen blijven doen. Ondernemen, innovatief zijn. Ik wens jullie alle succes voor 2021. Dat 2020 een bijzonder jaar was, zal iedereen wel met me eens zijn. Als je beseft dat miljoenen mensen en miljoenen bedrijven over de hele wereld met dezelfde gezamenlijke vijand te maken hebben, is dat toch wel heel bijzonder. Wel gaaf om te zien hoe flexibel we kunnen zijn. Thuiswerken of hybride werken ging eigenlijk best goed. Traditionele marktbewerking vervangen door digitaal contact leggen met prospects en of vaste klanten bleek toch eigenlijk ook best wel goed te kunnen. Ook de zwaar getroffen horeca liet zien over veel creativiteit te beschikken door via allerhande thuis-uit-eten concepten toch een soort basisomzet in stand te kunnen houden. Onder druk zijn in onze gezamenlijke markt hele mooie doorbraken gerealiseerd waar we nog jaren plezier van zullen hebben. Ik hoop dat we in ieder geval het hollen of stilstaan achter ons laten in 2020. We hebben afgelopen jaar onze klant niet goed bediend. Mede vanwege het productielijnen stil moeten leggen en vervolgens weer pijlsnel op moeten starten en vervolgens weer terug de lockdown in, ging dat niet goed. Dat zou toch wat soepeler moeten kunnen in 2021. Mijn tip voor het komende jaar is, werk heel bewust aan connecties leggen en connecties behouden. Met je klant, met je collega's, met het bedrijf waarvoor je werkt. Binnen deze tijd van alles op afstand is dat iets wat niet vanzelf komt en waar je hard aan moet werken. En wellicht connecten wij het komende jaar. Tot snel. Beste collega's, vrienden. Leuk om jullie op deze digitale manier toe te kunnen spreken. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Marcel Lintjens, werkzaam bij Bize Food Solutions. Afgelopen jaar vrij hectisch, dynamisch jaar geweest. Veel gebeurd, zowel privé als zakelijk voor de meeste mensen. Aardige impact op allerlei vlakken. Terugkijken moeten we zeker blijven doen. We hebben ervan geleerd. En voor in de toekomst kunnen we daar allerlei zaken weer uithalen. Maar nu kijken we vooruit op 2021. Hopelijk gaat het een heel mooi jaar worden voor iedereen. Zowel zakelijk als privé. Mijn boodschap naar jullie toe is blijf gezond. Blijf positief. En maak er iets heel moois van de komende tijd. En take care. Groetjes. Hi. Goedendag. Mijn naam is Marcus Pieters. Head of Horeca van Macro Denkbeeld. Food Inspiration vroeg mij, wil je iets meegeven voor 2021? En ja, dat wil ik. Want wat neem ik mee vanuit 2020 naar het nieuwe jaar? Dat is de flexibiliteit en de creativiteit. De veerkracht en het doorzettingsvermogen wat wij als branche hebben getoond. Daarnaast heb ik een ontzettende verbondenheid ervaren tussen ons, horecaondernemers, toeleveranciers en producenten.
En we moesten met elkaar terug naar de basis. We zijn elkaar gaan helpen, elkaar gaan steunen, daar waar mogelijk. Maar er zijn ook zaken die ik graag achter me laat. De onzekerheid. En uiteraard het coronavirus. En ik hoop echt op een gezond jaar met een vaccin. Zodat we dit allemaal achter ons kunnen laten. En uiteraard, weet je, ik zou jullie een tip willen geven. Focus je niet alleen op één doelgroep of op één oplossing. Maar zorg voor een diversiteit in je aanbod. En uiteraard, keep your head up. Stay safe. Stay connected. Hoi, mijn naam is Roelof van Dinter en ik ben binnen Coca-Cola verantwoordelijk voor de buitenshuismarkt. Het afgelopen jaar heeft natuurlijk ontzettend veel impact gehad op iedereen. Maar ik denk dat we met z'n allen ook heel trots mogen zijn op de veerkracht, het doorzettingsvermogen en het optimisme wat we ook hebben gezien bij heel veel ondernemers. En dat neem ik graag mee naar volgend jaar. 2021 wordt denk ik een echt transitiejaar, waarin de trends die we de afgelopen jaren al hebben zien opkomen, definitief een plek gaan opeisen. Denk daarbij aan gemak, maar ook aan de rol van digital en online op de manier waarop we zaken doen. De onzekerheid zal een volgend jaar echt zitten in de duur en de diepte van deze crisis. Maar ik ben optimistisch dat we snel een vaccin zullen krijgen en dat de consument weer volop bereid is om zijn geld uit te blijven geven in de buitenshuismarkt. Ik wens jullie daarbij het allerbeste en het is jullie gegund. Wat neem ik mee? Het afgelopen jaar was een buitengewoon bijzonder jaar. Er heeft heel veel veerkracht gevraagd van de ondernemers, van de burgers, om deze rare periode te doorleven en toch een nieuwe start proberen te maken in iedere keer de wisselende periodes waar we in zaten. Ik neem dat graag mee dat we dat ook volgend jaar weer volhouden. En de rol van de gemeente die we daar hebben kunnen spelen, was ook iets wat ik weer meeneem naar volgend jaar om dit allemaal weer te klaren. En wat laat je achter in het oude jaar? Ja, ook datzelfde bijzondere jaar hebben we te maken gehad in de gemeente met veel stervensgevallen, veel persoonlijk leed binnen COVID. Ja, dat wil ik heel graag achter me laten. Maar wat ik ook achter me laat, dat is wat heel wat anders. Dat is een fantastische editie van de Food Inspiration Days, waar alle creativiteit en innovatieve middelen zijn ingezet om dit jaar toch een prachtige Food Inspiration Days neer te zetten. En welke tip heb je voor ondernemers? Ja, ik zou in ieder geval geloof willen houden als beste tip en geloof en vertrouwen houden in de toekomst. Dat de periode van COVID waar we nu zitten, dat het een tijdelijkheid is. En dat wat echt voorbij gaat komen. Dus ik zou zeggen, hou vol en het komt goed. Wat neem ik mee uit 2020? Ja, een soort van nog extremere overlevingsmodus. Goed leren omgaan met financiën. Ik neem mee een goed netwerk van mensen die betrokken zijn, die ons helpen, maar ook mensen die, net als wij, slachtoffer zijn van een rare situatie. En ja, die verbondenheid, dat is misschien het enige positieve, maar het is wel een ingewikkeld jaar geweest. Wat laat ik achter in 2020? Een hoop verloren tijd, een hoop energie verloren om niks, maar ook het belang van voeding. Wat mij zo enorm verbaasd heeft, is dat wij in een zwakke maatschappij, waar obesitas een enorm probleem is gebleken, dat de overheid niks gedaan heeft aan weerstand. Daar waar de horeca juist weet wat goede voeding is, dat er helemaal geen gebruik van gemaakt is. Dat we eigenlijk meer als bedreiging gezien worden dan als voorbeeld. Dat heeft me enorm geraakt, dus de boodschap van nog harder werken aan gezonde voeding is voor mij wel gebleven. Dus dat neem ik ook weer mee naar 2021. Weet je nog hoe belangrijk voeding is? Wat is mijn tip aan foodservice? De why van ons vak is het voeden van consumenten. En ik wil er graag aan toevoegen, gezond voeden van onze consumenten. Hoe meer weerstand mensen opdoen aan het eten in een restaurant, hoe meer geluk mensen erop doen, des te beter voor de consument is. En hier kunnen we echt het verschil in maken. Een andere tip die ik mee wil geven is, ga niet te veel andere dingen doen. 2020 heeft aangetoond dat de consument heel graag in restaurants eet. Ga dat niet veranderen. Dat geluk moeten we iedereen weer gunnen. En hoe we het georganiseerd hebben met eerlijke producten, met een goede logistiek, met enorm goede partners die overal eigenlijk de zaak perfect voor elkaar hebben, daar moeten we weer naar terug. Het hoeft niet anders. Wat we deden was meer dan goed.
En maak erin een duidelijke keus. Ik hoorde van de week een heel mooi gezegde. Zonder keuze geen kansen. Dus blijf bij je lijn, houd vast en met z'n allen veel sterkte voor 2021. Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, aikolana, buso wami, aukolana.